Hier zitten de visdiefjes eigenlijk al te broeden. Er zitten een paar kokmeeltjes tussen. Maar zo'n ongeveer 200 visdiefjes hebben hier al een nest gemaakt. Af en toe hoor ik ook de knut. Knut, knut, knut. Begin 2016 is begonnen met de aanleg van de marker Wadden. Veel vogelsoorten hebben de eilanden al gevonden. En er zijn ook al vogels aan het broeden. Ja, wat we nu aan broedvogels hebben, dat is kokmeeuw, visdief, de knut. Ja, die heeft eigenlijk al kuikens. Kleine plevier zit op het strand en de eerste oeverzwaluws. Ben je wel trots als boswachter volgens mij, of niet? Ja, zeker. En zeker als je naar de visdiefjes kijkt. 400 zitten er hier. Kluten, ja, 60 broedparen. Dus dat zijn echt wel aantallen. Daar word je wel heel blij van. De komst van de marker Wadden is hard nodig. Het Markermeer zit vol met slib, waardoor vissen en vogels er niet goed kunnen overleven. De eilandengroep gaat ervoor zorgen dat het Markermeer weer gezond wordt. Dit kleimoeras gaat als ware zeggen van kom maar op met dat slib. Met hoog water stromen deze eilanden vol. Met dat sliprijke water, dan komt het water tot rust, het laat het slip achter en het schonere water gaat eruit. En zo krijg je eigenlijk een natuurlijke zuiveringssysteem in het Markermeer. Doordat het water van het Markermeer helderder wordt, kunnen vogels beter op visjes jagen. Behalve voordelen voor de vogels, krijgt het eiland ook een haven en een strand voor recreanten. Volgend jaar gaan die open. En tot die tijd is het vooral genieten van al het nieuwe leven op en rondom de eilanden. Wat is voor het eerst? Eerste kuikentje van dit, eerste kuikentje, eerste legsel van dat. Ja, het eerste riet wat groeit al in de haven, dat staat toch al zo hoog. Ja, alles is voor het eerst, dus het blijft gewoon een feestje en we laten ons graag verrassen met nog meer soorten.